De sigarenfabriek in Lummen draait al op volle toeren. De arbeiders produceren jaarlijks meer dan 1 miljard sigaren voor meerdere merken. Het bedrijf in Lummen is daarmee een belangrijke speler op de sigarenmarkt. Dit is de grootste sigarenfabriek die er in Europa momenteel is. Scandinavian Tobacco Group had al 2 productiesites in ons land. Wegens plaatsgebrek verhuisden ze die vestigingen van Leuven en Geel naar Lummen. We geven hier vandaag werk aan 450 mensen. Die 450 mensen, die komen, 360 daarvan, die komen uit de Leuven en Geel regio, die wij dan dagelijks met 6 bussen transporteren. En 90 die komen hier al uit het Limburgse. De sigarenproducent zit in een gloednieuw gebouw. Dat ligt vlakbij het Klaverblad van Lummen, waar vroeger de meubelfabriek van Pelt gevestigd was. De nieuwe fabriek in Lummen is een economische opsteker voor onze provincie. De onderneming had ook andere opties, zoals een verhuizing naar lage loonlanden. The skills here and with the mechanization we have for our facility here and also the fact that transport costs when we move from here to the European market but even to other countries is not too big. I think we made a viable economic solution and that solution made it right to be here in Belgium. De multinational Scandinavian Tobacco Group investeerde 32,5 miljoen euro in de Limburgse vestiging.